Yo, kijkers van IMT. Vandaag ben ik hier met een nieuwe aflevering van Rollercoaster Tycoon 3. We moeten nog een paar dingetjes snel oplossen. Zo, lekker een voice crack, jongens. Jezus. En ik moet nog minimaal pretparkwaarde van 1500 verzin. Afgelaste lening en 30.000. Bezoekers hebben dorst. Ik kan die drinkkraampjes niet zo hoog plaatsen. Dat is het enige probleem. Kijk, zo annoying. Kijk, maar ik kan hem hier dus niet plaatsen. Dus, dat betekent dat ik hem wel ergens hier moet plaatsen. Alleen hierachter is bijna geen plaats. Maar hier wel. Je hebt niet genoeg geld. Ah, leuk. I doesn't have enough money. De 205. Oh, de 150 wat ik nu heb. Close enough. Ja, bijna. Kom op, kom, 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 kom. Meest onorderende park? Jezus. Tong breken hier. Dat gaat me heel veel geld kosten, die prijs. Als je kort ziet. Ja, kom, 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 kom. Ah, 250 moet ik hebben. Ik moet meer geld hebben. Kom op, mensjes. Geef eens meer. Geef meer. Kom op. Geef die vrijwillige donatie. Van ongeveer 20 euro. Dan krijg je een heel duur drankkraampje voor terug. Oh my god. Dat vind ik even wat belangrijker. Ik ga even opleiden. Nee, jezus. In iedere game is escape om te ontsnappen. Maar nee, behalve hier. En waarom de freaking flippere hek is hier zo smerig? Dit, die. Een paar prullen pakken. Laat ik hier eens twee neerzetten. Alleen hier dumpen mensen alles neer. Why? Oké, hoe zit het met waarde van het park? Nee, dat is financiën. Het valt wel onder financiën, maar het wil nog niet echt omhoog. Maar het is wat CZ. Zullen we even een extra monteurtje aannemen? Dat ik wat meer geld krijg. Ik heb echt meer geld nodig. Zonder meer geld ben ik zo meteen failliet. Hier komen de mensen dus nooit. De mensen is ook geen mening over. Is echt wel zijn geld waard. Dus dit zou op zich weer duurder kunnen. Ik ga even 10 cent duurder maken. Die. En die 10 cent duurder. Is echt wel zijn geld waard. Kijk, gewoon wat meer geld vooral voor dit soort dingetjes dan. Doe het zo. Is echt wel zijn geld waard. Oké, nog duurder. Hoppa. Als ik nou meerdere fantasy beneden gewoon open kon hebben, was echt wel makkelijk. Zo betaal ik niet. Dat is echt wel zijn geld waard. Als ik er probeer 5 cent bovenop te drukken. Alle kraam is precies even duur. Zo maak ik één ding om een ontslag te nemen. Nou, is weer tevreden. Oké, de volgende. Is echt wel zijn geld waard. Oké, gaat dit ook wat duurder maken. Alle kraap is precies gelijk.
Waar is die schoonmaker? Echt meer schoonmakers nodig. Een extra monteur. Dat heb ik gewoon echt nodig. Echt zijn geld waard. Mensen willen gewoon echt heel veel geld uitgeven in het park, dat is het. Dat ik binnenkort meer mensen in mijn park hebben. Meer mensen in mijn park betekent meer geld. Kijk. Ja, dat is echt de maximum prijs wat ik nu heb. Ja, echt overal gelijk. Een hete hotdog. What the fuck? Zeg hete hotdog en ik zeg Cortana van... Kan ik je helpen? What the freak? Daar is een hekel aan Cortana. Laat ons echt een complete games crashen. Uit het niets. Of in één keer gewoon een game gewoon minimaliseren. En zoek maar uit hoe je het zelf oplost. Dat is op zich best wel vervelend. Even kijken. Ik heb precies allemaal mee kan. Ik heb geen flauw idee. Ik heb geen track en al dat soort dingen. Misschien een nieuwe attractie gaan bouwen. Want ik moet wat meer mensjes hebben. Vorig was ik trouwens bezig met dat... Hoe heet dat? Waterpark. Ik ga deze attractie zo meteen even bouwen. En ik wil hem best wel strak hier langs hebben eigenlijk. Maar dan moet ik even 744 eurotjes voor hebben. Dus als mensen graag wat meer willen dokken, zou heel fijn zijn. Maar dat gaat zo meteen wel niet gebeuren, want zo meteen gaan al die onkosten van de maand er nog vanaf. De prijs is precies goed. Fantastisch! Ha, beste woordgraf van de dag. Geen mensen is ook gewoon niet, is ook niet te duur. Ik moet echt meer geld hebben. Het moet gewoon. Het is te druk. Echt wel zijn geld waard. Oké, gaat nog duren. Een keer 10 cent bovenop. En met deze. Geen recensies. Geen gedachtes. Ook wel erg goedkoop. Oké. Sowieso moet je dus niet zeggen in mijn park. Dan gaan die prijzen gewoon echt drastisch omhoog. Gewoon zijn geld waard. Maar weet je, dan gaan die prijzen gewoon ziek hard omhoog. Zo zijn we met de topics, maar is echt het geld waard. Oké. Ook nooit goed, hè? Best wel zuinig met de toppings. Ja, I don't care. De toppings kost ook geld. Doekoes. Bijna genoeg. Zijn we parkwaarde? Volgens mij is dat ook niet echt heel veel omhoog gegaan. Nee, maar dat moet naar dit lijntje toe. En zo werkt nog niet. Monteur 2 heeft ontslag genomen. En waarom? Zonder iets te zeggen. Nou, misschien ook één monteur wel zat van het park. Even kijken. Ik heb bijna genoeg geld voor een nieuwe attractie. Want die heb ik namelijk al. Die is op zich ook best wel gaaf, deze. Maar die bouw ik hierna wel. Ik wil eerst deze hebben. Een Metroid. Die wil ik heel strak hier tegenaan hebben. Oh, ik dacht al genoeg had. Maar toch niet. Haha, bijna. Kom op, mensjes. Geef geld. Geef geld. Ja, bijna voldoende. Bijna genoeg, bijna genoeg, bijna. Woehoe, ik heb genoeg geld. Ik ben rijk genoeg. Deze attractie kunnen gaan starten. Oh my god, ik heb niet genoeg geld voor een voetpad. Ik had net genoeg. Dat is oneerlijk. 52, wel een mooie prijs. Openen. Bravo, je begint is level 2.
één attractie zorgt gewoon voor dat ik 5000 omhoog ga. Oh my god. Dat is iets wat niet helemaal te verwacht. Lening aflossen. Maand april, dus deze komt dus ook. Oh, daar heb ik al ingesteld. De vorige aflevering. Vind ik helemaal prachtig. En die mag dan op zich wel helemaal hier nog een keer naartoe. En dan heb ik hier nog Tycoon Manager. Is 30.000. Als ik dan meteen bezig ben. Dan kan dat er ook wel achteraan. Nou, 20 bezoekers per keer in. Is op zich nog best wel wat geld. Ja, er staan hier serieus prullenbakken. Nog niet eens een halve meter vanaf waar jullie het afval neerdumpen. Schamen jullie. Schamen jullie. Dat doe je toch niet. Nieuw zandpad. Zanderig. Nieuw voetpad. Zanderig. Zo was die. Even kijken. Een paar lampjes. Een beetje extra decoratiemateriaal. Ik wil zo meteen best wel een glijbaan gaan bouwen. En een paar van die trappen. Zou ook wel makkelijk zijn. Kijk, een zwembad douche. Zo. En een normale duikplank. Kijk het. Nieuwe attractie. Algemene billboards. Voordat ik die dingen kan gebruiken, krijg ik gewoon mijn hele game. Dus ik blijf er mooi vanaf. Kijk, ik heb nu alweer 300 euro. Is die iets kort te zetten misschien? Nee. Dat kan dus niet. Dat is balen. Dat is wel even heel erg mooi gevonden, zo kon. Even iedere team te controle. Oké. De VIP verlaat het park. Oh, die was er ook al. Ik vond het volgens mij echt best wel geweldig hier. Dus goed is dat hij nu zo ongeveer naar buiten. Ja. De VIP tevreden gesteld. Goed gedaan. Prachtig. Nieuwe VIP-route. Oké, we gaan jou dus eerst hierin laten gaan. Dan mag jij dus hier even naartoe. Hier even naartoe. Dan mag je daar naartoe. Dan mag je daar naartoe. Dan mag jij daar naar binnen. En daar mag je opbokken. Dan is dat ook weer done. Oké, nu het parkwaarde laten stijgen. Dat is uitdaging uno. En mijn lening terugbetalen natuurlijk. Kijk, laat ik eerst deze hier bouwen. Dan heb ik dus weer een nieuwe attractie door het park waar hij omhoog gaat. Dit ziet er heel raar uit. Echt prachtig, jongen. Echt holy shit. Kan ik hier serieus niet op aansluiten? Racisme. En zo kan dus ook niet. Jesus Christ. Of we zo een ingang bouwen. Even kijken. Eerst even aanpassen. Uitgang. Ingang. Ik kom dan daar. En dan gaan we dus de ingang. Ik zei de ingang komt. Om dus zo te staan. Even kijken. Gewoon niet gelijk houden. Op zo'n manier dat het echt gewoon helemaal recht staat. Nee, dat mag dus niet. Dus dan zet ik de ingang toch helemaal hier neer. Gewoon helemaal zo rond. Toch veel te lange ingang.
Dan boeit mij dat toch ook niet. Die mensen maar een stukje verder lopen. Nee, eerst testen. Als alles wel goed gaat. Als het goed gaat, die parkwaarde op de ziek gaat omhoog weer. 2,50. Even kijken. Die parkwaarde gaat al richting de 20.000. Oké, dat is mooi. Dus ik heb niet meer mensen er binnen. Dat ik de prijs gewoon heb. Ik heb een beetje de hik en alles achter. Zo rare dingen nu. Prachtig. Als je maar geld hebt, dan kun je eigenlijk alles doen in de game. Wat je maar wil. Kan ik hier goed gaan bouwen? Kijk, hier kan het dus wel. Kijk, doe ik iets zo. Dus hier naartoe. Dit komt dus net niet uit. Ja, dan eerst een keer zo. Deze muur hier weg of zo. Dan doen we deze zo. Dat past hier heel mooi op de uitgang. Nu heb je achter ook iets van een ingangetje nodig. Even kijken. Kan dit zo? Nee, ik wil gewoon gelijk hebben. En die is gewoon geglitcht of zo. Ik weet het niet. Nee, niet zo. In ieder geval 2,50. Gooi de ingang gewoon weer open. Zo'n kleine ingang. I don't care nu. Dus even kijken. 30.000. En de lening afbetalen. Hoeveel heb ik ook met de lening afbetalen? Oh, nog 2.000. Oké, dat zou op zich het doel moeten zijn. Binnen korte termijn. En de park waren nou 30.000. Dat heb ik ook al bijna gedaan. Nog één attractie erbij dat ik ook al aan 30.000 zit. Alleen waar ga ik attractie bouwen? Ik denk hier ergens. Of hier. Maar nou, misschien toch hier. Alles ietsjes dichter bij elkaar. Misschien wel hier. Even kijken. Waar voor attractie zou ik gaan bouwen? Deze? Denk het wel. Ja, dat is wel een goeie. Gewoon doen, jongen. We zien wel wat eruit komt. Oké, dat klonk heel raar. Ik dacht, dat gaat echt gewoon wat kapot nu. Oké, we moeten dus heel iets omhoog. Dus die kant opbouwen en dan... Zo, prachtig. En even kijken, heel iets deze kant nog op kunnen. Maar een iets langere ingang. Maar waar een langere ingang is, kan natuurlijk meer mensen staan. En meer mensen in de wachtrij, die natuurlijk meer geld. En ze lang in je park blijven. Vergeet eigenlijk de honger. En mensen die honger hebben, die kopen dus meer. Dus alleen maar extra doekoes. Free cash. Free money. Zo, komt iemand die flink had op zijn nek gaan. We hebben ook nu een parkwaarde omhoog gehaald. Dat is maar een vraag. Ik moet eerst wat in die lening even afbetalen, denk ik. Ja, die parkwaardeboek redelijk dichtbij zitten nu. Ik denk dat ik hem wel gehaald heb. Nu nog één klein dingetje erbij bouw. Als ik hier nog iets verder zo bouw. Heel klein bad zo. En dan gelijk maar op aansluiten dat ik heel ver kom. Ik ga maar nou gewoon hier beginnen. Niet echt pad hoog genoeg wat ik eigenlijk wil. Zo.
Nee, wel naar beneden. Niet genoeg geld. Maar wie zit er kennelijk op pauze? Ik wil gewoon iemand zo naar beneden laten bonden, dat kan ook. Wordt alleen een klein bommetje. En de vraag, gaat het precies uitkomen? Wat, ik heb toch 103... Oh, 105... Wat, hier zit 103 en hier zit 155. Wauw. Ja, ik ga dus precies uitkomen, dat is mooi. Dat is helemaal mooi. Een heel klein stukje ver omhoog. En dan gaan we hier gewoon meteen recht naar beneden. Oké, dan hebben we een heel klein stukje verder terug. Gaan we dus even zien. Zo. Nee, gewoon. Zo dan, of zoiets. Ik weet niet precies. Best wel zou kunnen doen. Dan hier komt dus twee plekjes tekort. Dat kan. Doe even iets verder. Zo. Hier nog een stukje naar beneden. Nee, dat gaat nog net niet goed. Ik denk dat ik hier nog iets verder naar achter naar beneden zou kunnen laten lopen eventueel. En hier het eindstuk. Kijk, eens kijken hoe die gaat. Gewoon erin gaan zitten. Ik heb onder andere... Ik wil even mijn game speed iets langzamer zetten. Ik doe ook heel bovenaan te keren. We gaan meteen naar beneden. Meteen snelheid maken. Dan gaan we meteen sneller naar beneden. En gaan we dan. Wee! Oké, kan ook echt wel precies. Oké. Dan gaan we hier zo'n trappetje bouwen naar boven. Een trappetje. Een trap naar boven bouwen. Kijken, hier is ook wel prachtig. Die past. En openen die hap. En nou wil ik eigenlijk zo snel mogelijk even 1000 hebben. Dat ik die lening af kan betalen. Maar dan gaan we de volgende keer dus allemaal regelen. Ik wil zeggen, even laat een like achter, vergeet niet te abonneren. Tot de volgende keer. Doeg!